Kijk. Kijk, achter de... Kijk, achter deze schutting ligt de Appelmoesstraat. De Appelmoesstraat, dat is een hele kleine straat met 5 huisjes. En in een van die huisjes heb ik dus zelf een tijdje gewoond. Nou, hoe zou ik het zeggen? De Appelmoesstraat is anders. Anders dan andere straten. En dan komt er vandaag een nieuwe bewoonster. En toen dacht ik, zou het dan niet fantastisch zijn om met deze videocamera de mensen en de straat op te nemen. Nou, dit is dus de Appelmoesstraat. Zoals je ziet zijn de huisjes precies hetzelfde. Alleen de mensen die erin wonen zijn allemaal verschillend. Zo woont in het eerste huisje woont meneer Doppertje. In het tweede huis woont de familie Mussenknus. In het derde huis woont mevrouw Diertje. En in het vierde huis woont de familie Melk. En in het vijfde huis heb ik zelf dus een tijd gewoond. Maar er komt vandaag dus een nieuwe bewoner. Dus ik ben zo benieuwd wie dit nou precies zou zijn. Kijk, dan ga ik eerst maar naar meneer Doppertje. Meneer Doppertje zegt dus nooit hallo of dag. Nee, die zegt boh. Nou, hij wil altijd mensen proberen bang te maken. Dat vindt hij leuk. Ik ben het maar, hoor.